zijn dus inderdaad naar het oude ACM-terrein, de oude veevoederfabriek aan de Friese Straatweg geweest. Fotografisch gezien een heel mooie, mooie plek. En daar hebben we dus pinholefoto's gemaakt. Dat is een beetje, dat moet even wat uitleg. Dat is eigenlijk gewoon een doosje met een heel piepklein gaatje erin in een stukje folie. In een doka hebben de kinderen een stukje fotopapier in de camera gedaan. Ik zal even een stukje fotopapier pakken. Hier ligt nog een hele stapel foto's. Dit is wel een leuke foto bijvoorbeeld. Dat stukje fotopapier, dat is wit als je het uit een, hè, als het kant en klaar is. Dat hebben ze in een doosje gedaan. Vervolgens maak je de foto door de camera neer te zetten op een plek die je wilt fotograferen. Je hand houden kan niet, want de sluitertijd is enigszins lang. Je zet hem neer op de grond, of op een tafel, of een muurtje, of wat ze ook maar vinden. Vervolgens haal je dit plakketje ervoor weg, waardoor die foto, of dat papier, dat heeft lichtgevoelig materiaal, ja, het beeld wordt dus op dat papier geprojecteerd, als het ware. En door het vervolgens te ontwikkelen en te fixeren, heb je beeld uiteindelijk. En vervolgens hebben we vandaag hier foto's klaargemaakt en bewerkt voor. We gaan nu beginnen. We openen de Internet Explorer, mensen. Hier, kijk maar mee op het scherm. Mag ik jouw foto's nou eens zien? Kijk even mee. Wat staat er nou precies op? Bloemen. Gewoon bloemen die in gewoon daar groeiden. Goed zo. En welke heen nog meer? Dit hier lig ik op een standbeeld, zeg maar. Ook op een ACM. Nee. Weet je wel waar je moet zijn? Kijk, hier heb ik zeg maar met een hele hoog gebouw. Daar heb ik opgelegd met alles. Ook een beetje met jullie moeder. En hier heb ik ook een foto gesteld. Van Tatiana, die staat zo. Die heb jij gemaakt, hè? Ja. Met dat gezellige ouderwetse foto toestel. Zo'n rond ding. En dat komt erop te staan. Ja. En wat ga je nu ermee doen, zometeen? Ontwikkelen, bewerken waarschijnlijk. Op de computer. Okay, this one's for Gabby. Iedereen, heel hartelijk welkom in het multifunctioneel centrum, wat zo heet het tegenwoordig. Multifunctioneel centrum, het Vinkhuis. Voor velen zal het niet de eerste keer zijn dat ze hier rondlopen, maar voor een aantal misschien wel. En die heet ik in het bijzonder welkom. Het resultaat van de inspanningen van de deelnemers van onze schildercursussen. Dat gaat u straks bekijken van het afgelopen jaar. Voordat ik overga tot een aantal huishoudelijke en organisatorische mededelingen, wil ik alle vrijwilligers van harte bedanken voor hun bijdrage. En ik zou twee personen graag naar voren willen roepen. Dat zijn Astrid en Maaike. En die kunnen we beschouwen als de
initiators van deze expositie. Een applaus is denk ik. Dames, gezellig, dat sowieso, dat is altijd gezellig met jullie. Heel erg bedankt bij voorbaat al voor deze activiteit en complimenten voor de strakke, professionele organisatie. Publiciteit, alles wat er omheen, wat erbij komt kijken, dat is ontzettend apart. En de zalen zien er prachtig uit, dat zullen jullie straks zelf ook kunnen zien. En dan heb ik een kleinigheidje van jullie. Mag ik geven? Bedankt, Maaike. Bedankt. Dames en heren, heel veel plezier toegewenst. En hierbij verklaar ik deze expositie voor geopend. Hoe lang bent u al bij deze schilderclub? Les of 8. En hebben u veel schilderijen al gemaakt? Een stuk of 3-4. Oké. En dit is er dus één van hier. Ja. En kijk, wat dit voorstelt ziet natuurlijk iedereen. Maar heeft u het gemaakt met een bepaalde bedoeling? Nee, ik vond het mooi. Een voorbeeld mooi. Think to myself. What a wonderful world. Deze heeft u gemaakt? Deze heb ik gemaakt. Wanneer? Het is alweer een aantal weken geleden. En ik dacht, ik ga nog mooi oranje sinaasappel schilderen. Tegen de blauwe kleuren gewoon mooi in de spatten. En u bent lid van een van de schilderclubs? Ja. Acryl. Van de dus acryl schilderij. Bij Astrid. Dit is met dank aan Astrid qua ideeën. Wat is de bedoeling van jouw schilderij? Nou, mezelf een beetje uitleven eigenlijk. Ja. En je moet je wel bedenken dat je zoiets maakt in de winter, dus dat je de temperatuur een beetje in de gaten houdt. Maar ik vind of het nou zomer of winter is, dat interesseert me niet zo gek veel. Heb je er een locatie geschilderd? Nee. Daar heb ik een foto van. En dan ga je schilderen. Ja. Perfect. Then we'll know and think to myself.
Toppers!